in zo'n layer heb je 50 points of interest, 50 locaties waar je dus iets kan laten zien. En dat kan variëren van tekst, beeld, video, audio. Als voorbeeld had ik even Breda gepakt. Komt er nou eenmaal vandaan. Maar stel, je pakt Breda, je pakt de term historie, dan heb je daar verschillende domeinen. En dan kan je het op deze manier indelen.